Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in de dienst van vanavond, waarin dominee Van Duin uit Zeist zal voorgaan. Ook hartelijk welkom aan degenen die deze dienst via de media met ons meebeleven. De bloemen van vanochtend zijn ter bemoediging gegaan naar mevrouw T. van Kooten, de familie Roos en naar de heer S. Boy. Met ingang van volgende week, zondag 29 november, zullen de diensten in de ochtenden weer gewoon beginnen om 9:15. Afwisselend houden we een streamingdienst en een dienst met gemeenteleden in de kerk. Volgende week starten we met een streamingsdienst. In de week daarop houden we om 9:15 een dienst met gemeenteleden in de kerk. Meer informatie hierover vindt u ook op de zondagsbrief. Aan het einde van de dienst zal de ouderling van dienst en de predikant weer naar de uitgang van de kerk lopen, zoals we ook voor de corona gewend waren. We willen u als gemeente vragen om na de zegen even te wachten met het lopen totdat ouderling en predikant bij de uitgang zijn aangekomen. We gaan geen handen geven, maar een korte groet op gepaste afstand. De eerste collecte is voor de kerkrentmeesters voor instandhouding van eredienst en pastoraat. De tweede diaconale collecte is bestemd voor de stichting Tot Heil des Volks. Op de zondagsbrief vindt u meer informatie over deze stichting. En de derde uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen. De collecten worden De collecten worden gehouden bij het verlaten van de kerk. Bij de uitgang van de kerk staan inmiddels bekende schalen waarin u uw bijdrage kunt achterlaten. Als u niet in de kerk bent en toch aan de collectes wilt bijdragen, kunt u uw bijdrage overmaken op de banknummers van de kerkrentmeesters en van de diaconie. De gegevens hiervoor vindt u terug op de zondagsbrief. We willen nu de dienst beginnen met het zingen en luisteren naar Psalm 135, vers 2 en 3. Verdere liturgie van de dienst vindt u terug op de borden en op de zondagsbrief. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Laten wij stil worden tot God.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Alle volken looft de Heere. Wij zingen en luisteren naar gezang 464, de versen 1 en 2. Laten wij bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, U die we prijzen in de drieklank van uw ene naam, door dit moment heen en in alle eeuwigheden klinkt de lof van U op deze aarde, hier deze avond, maar ook in het heelal, als de sterren ons omringen en getuigen van uw liefde, die voortdurend is. Eeuwig bent u in uw trouw. En deze zondag die daar de naam van draagt, komt dat naar ons toe. En komen we naar u toe, u de eeuwige. Bij alle mooie dingen, bij de schittering van de sterren en de natuur, bij het ritme van zon en maan, dag en nacht, bij al die pracht die ons omringt, maar ook in de spanning die er zelfs in de atmosfeer die om ons heen is, mee resoneert, van zoneerupties en uitbarstingen, van gedoofd licht en van ja, wat zal ons tegemoet treden als die woorden van Jezus werkelijkheid zijn, dat de hemellichamen bewogen worden en de zon en de maan, het horloge van de tijd stil komt te staan
dat we dan nog in uw hoede zijn. Want u draagt deze wereld en omvat het uitdijend heelal. U bent groot, o zo groot, groter dan wij ooit kunnen bedenken. En wij loven en prijzen uw naam met elkaar in het zingen, in het stil zijn, in thuis misschien de volumeknop wat hoger, maar met elkaar over het rond van deze aarde prijzen wij uw naam. En wij bidden u, wees bij ons deze avond als het evangelie opengaat, dat ons hart ervoor open is, dat ons gevoel ervoor open staat, dat onze gedachten gevormd worden door wat u aan ons wilt geven. En daarom bidden wij om de kracht van uw geest, omdat we niet zomaar bij elkaar zijn, maar in deze ruimte waar u zelf met ons omgaat, waar u dat fijnzinnige werk doet, door precies aan ons te geven wat we nodig hebben en ons uit te dagen om te doen met wat u ons geeft, wat nodig is morgen en overmorgen. Zegent u ons, wees bij ons, opdat de lof van deze dienst met ons meegaat, van nu voor altijd. Amen. Wij willen samen lezen uit Nou heb ik toch eventjes hier mijn Bijbellezing niet opgeschreven. En het is Matteüs 18. Dan moet ik even goed opletten dat we niet het hele hoofdstuk lezen. Matteüs 18. Vanaf vers 21. Matteüs 18, vanaf vers 21. Het hele hoofdstuk gaat het over vergeving en de rijkwijde daarvan. Hoe we met elkaar omgaan, elkaar ook corrigeren. En dan lezen we vanaf vers 21. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heer, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf hij zijn heer de opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als u niet ieder van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van God hoort en hem bewaart. Halleluja. Wij luisteren naar de woorden van gezang 463, de versen 1 en 4. O Heer,
die onze Vader zijt. Na de preek zingen we zonder verder aankondiging Psalm 103, vers 3 en 4. We luisteren naar dit getuigenis van de psalmist. Matteüs 18, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Stel je nu eens voor dat Jezus de getallen in de gelijkenis op een andere plek had gezet. Er waren twee mensen met schuld. Laten we zeggen neef 1 en neef 2. De eerste moest best wel wat terugbetalen. Geen megabedrag, maar het deed wel pijn in de portemonnee. Iets in de orde, ik zal maar zeggen, van grootte van een leuke vakantie. De neef had het geleend, maar je voelde het al aankomen dat je dat bedrag niet meer zou zien. Je belt, je mailt een paar keer, een officiële brief zelfs. Maar op een gegeven moment, als je hem toch bij de buurt Appie tegenkomt, komt het eruit: het lukt niet, sorry. Krijg het niet voor elkaar. Joh, laat maar zitten. Vervelend, heel vervelend, maar ik kom er wel overheen. Neef 2, die was nog iets schuldig aan nummer 1 en flink ook. Zullen we zeggen een ton? Niet niks, soms ook niet alles als je echt iets gaat ondernemen en je moet iets lenen voor een nieuw bedrijf of je ZZP-sfeer. Maar voor maakt ook niet uit, het was er toch niet meer. Het was verdwenen, vervlogen, zoals geld zomaar weg kan sijpelen. En u voelt de vraag wel aankomen, zou neef 1... neef 2 nu moeten ontzien, laat maar zitten. Hij was toch zelf ook blij geweest met de kwijtschelding? Een paar jaar terug kreeg ik onderweg een speciale juristenbijbel mee.
Onze schoonzoon is jurist en ik dacht, mooi gratis cadeautje om door te geven. Want een jurist leest zo'n verhaal toch weer met een eigen bril. Hoe zit het met schuld en vergeving? En kun je na vrijspraak alsnog worden aangeklaagd? En we zitten met hoofdstuk 18 midden in de vragen van de grens van genade. Hoe zit het met vergeving? Jezus zei, spreek iemand aan op haar of zijn gedrag, wie weet, luistert iemand en zeg je, Goddank, iemand bekeert zich, wat er ook geweest is, een nieuw leven, gelukkig. Of je zegt, hier is de grens. Dat tolereren we niet. En hier ligt de limiet. Petrus heeft dat allemaal gehoord en komt met zijn serieuze vraag. Hoe vaak moet je iemand vergeven? De rabbijnen, de bijbelgeleerden van die tijd, die zeiden, als iemand je om vergeving komt vragen, dan moet je 3 keer iemand vergeven. En natuurlijk een enkele rabbijn was wat royaler van hart, die zei 4 keer. Kwartetvol, maar dan is het klaar. Hoe vaak moet je iemand vergeven? 7 keer, vraagt Petrus. En je verwacht een pluimpje, een duimpje omhoog. Goed gezegd, keigaaf antwoord van deze leerling. 7 keer. 7 maal 70 maal. Een enorme vermenigvuldiging. Die tafel hebben we op school, denk ik, zo niet geleerd. We zouden er ook best nog wel even mee moeten oefenen. 1 keer 7, 10 keer 7, 11 keer 7, 18 keer 7, 47 keer 7, 65 keer, heel veel. Laten we het in 1 zinnetje vanavond kort samenvatten. Dat er geen schuld groter is dan de genade van God. Dat zijn liefde alles overstijgt wat mensen aan kwaad kunnen doen. Het is verleidelijk om daar vanavond nog eens heel uitgebreid op door te gaan. Want eerlijk is eerlijk, dat zit ons in onze traditie dicht op de huid. Vergeving van zonde, daar kunnen we uitgebreid over praten, zingen, met elkaar dat delen. En het is ook iets prachtigs om nooit over uit verwonderd te raken. Vergeving, genade van God. Maar let wel, het drama is dat we daar soms zo op gefocust zijn dat het de spanning van wat we doen met de vergeving er zomaar uithaalt. Dan gaat het vaak over vragen, hebben we vergeving ontvangen? Weet ik dat zeker? En een bekommerde ziel krijgt soms dan nog een vraag eroverheen van, weet je dat wel zeker? En wordt de twijfel nog eens aangewakkerd? Is dat wel zo? Maar vanavond is dat niet het punt waar we ons druk over maken. Eerlijk gezegd, het is niet het punt of er vergeving is. Of dat je misschien te veel schuld kunt hebben. Je kunt welk getal dan ook bij die eerste mens neerzetten. Kleine zonde, poppenzonde, serieuze zonde, afgrijzelijke zonde. Zonde waarvan je denkt, dan kan je maar beter van de aardbodem verdwijnen. Weg ermee, nooit meer vrij. Miljoenen. De man van Barclays toen
miljarden verspeeld. Laten we zeggen, alle kwaad. En bij dat kwaad, daar staat een kruis. En daar gaat de schuld. Maar de kwestie vanavond is of wij dat uitdelen. Daar hangt alles van af. Het is een bekend verhaal, Matteüs 18. Dus voor je het weet, vul je het in. Vandaar dat ik even aan het begin wat andere cijfertjes erbij haalde. Dan luister je toch nog weer even scherper naar de tekst. Vergeef ik een ander? Maakt dat uit hoeveel het is? Of hoe? Nou ja, ik zou zeggen, het is een gelijkenis. Je hoeft niet alles letterlijk in te vullen. Maar we voelen wel aan dat het ernstig klinkt. 490 keer. Maar aan het eind is er geen genade. Sterker nog, er is woede over die slaaf die zijn medeslaaf in de wurggreep neemt om een klein bedrag. Ik moet dat geld van je krijgen. Hij gooit hem ervoor in de gevangenis, terwijl hij zelf net vrijgekomen is. Bizar. Nog bizarder wat er daarna staat, gemeente. Want dan lezen we iets over de koning zelf. Zullen we maar direct zeggen, dat is God. En van God staat er hier dat hij woedend wordt. Dat hij vergrimt. Dat er toorn is die opzet. Woede, woede gemeente, dat is de keerzijde van genade. En zo schrijft Paulus aan de gemeente van Thessaloniki over de toekomst, de dag van de toorn van God die gaat komen. Als ieder mens groot en klein rekenschap moet afleggen en ons leven gewogen wordt. Hoe we met de ander omgegaan zijn. Of we de ander in de wurggreep gehouden hebben van wat die ander mij heeft aangedaan. Je zou dat breed, maatschappelijk, wereldwijd kunnen zeggen, hoe we soms landen die niets hebben toch nog vasthouden en zeggen, het laatste persen we eruit. Maar laat het ook klein houden, dicht bij huis. Een gelijkenis is, met eergebied gesproken, een grap waarbij je tot de ontdekking komt dat die over jou gaat. U kent dat verhaal over het ooilammetje waar een schapenboer helemaal verkikkerd op was. Hij koesterde het. Zijn lammetje. Maar toen kwam de buurman die wel 1000 schapen had, prachtige beesten, maar die dacht van, dat schaapje, dat wil ik op de braai. En koning David, toen hij het verhaal hoorde, werd des duivels en zei, die man, ophangen, weg ermee. Gij zijt die man, zei de profeet. Dat betekent bij dit verhaal in de kerk, in de preek, gaat het nooit over jullie alleen, maar over ons, ik, ben ik die mens. Welke van de twee? Nou ja, de eerste met veel schuld, de tweede met wat minder of neef, 1 of 2 met hun eigen bedrag. Dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Zullen we maar gelijk verder doorpakken? Zijn wij als God die vergeeft? En als dat de vraag is, dan is dit de opdracht 490 keer. Dat betekent absolute absolutie. Pastoraal gezien kun je daar best een paar vragen
over stellen. Word je gedwongen te vergeven? Moet je alles maar door de vingers zien? Zoveel mannen en vrouwen beschadigd door ongewenst intimiteit of intimidatie. Vergeef maar, laat maar. Er is een gerechtvaardigde moeite om te vergeven. We hadden het net even over pastoraten omzien naar elkaar in de consistorie. Als dat nodig is en iemand wil bellen, mailen of appen, doe dat gerust. Want laat het met de komende tijd van mooie dagen niet zo zijn dat iets van het verleden aan je blijft kleven. Er kan moeite zijn en toch vanavond starten we bij de absolute absolutie. Op straat, in onze omgangsvorm met de buren, in de krant, in de Facebook-reacties. Het klinkt zo vaak, ik vergeef het die ander nooit. Dat is niet modern. Genesis 4 lezen we al. Vrouwen van Lamech, luister naar mij. Wie mij verwondt, die sla ik dood. Zelfs wie mij maar een striem toebrengt. Kain wordt 7 maal gewroken, Lamech 77 maal. 7, 77, maar wie heb je er uiteindelijk mee? Als er geen vergeving is, dan blijf je ermee zitten. Je hebt er de ander mee, je hebt er jezelf mee, je treft er God mee in zijn barmhartige hart. Het evangelie predikt radicale vergeving. Kain, Lamech, wraak tot in de veelvoud. Maar Jezus zegt 490 maal vrede. Dat is zo bevrijdend. Je bent niet langer gebonden aan wat je aangedaan is, je overkomen is. Bij ons op het kerkhof in Schalkwijk ligt een van de slachtoffers van de MH17. Ik zat een tijdje terug zoals wat te googlen en kwam een gesprek met een familie tegen die daarbij een dierbare verloren was. En ze zeiden, we verlangen ernaar om niet om te zien in wrok, maar in liefde. Om niet te handelen uit woede of onmacht, maar in zachtheid en vrede. Vond ik zo'n mooie tekst. Niet omzien in woede of onmacht, maar handelen in vrede en zachtheid. Aan Corrie ten Boom werd eens gevraagd, kunt u vergeven? Al die dingen van de oorlog, alles wat in die kampen aan de orde was, kunt u vergeven? Ik niet, zei Corrie, maar Jezus in mij en Jezus in u wel. Jezus kan in ons de ander vergeven. Dat brengt ons bij de praktische oefening voor morgen, als de preek de week ingaat. 7 maal 70 maal vergeef ik een ander zijn schuld. 7 maal 70 maal de Heer heeft met mij nog geduld. Dat kinderliedje van Ellie en Rickert, het vraagt een volwassen stem van ons. Dat je geduldig bent in de oefening van de vergeving. Dat je de ander ja echt iets geeft. Telkens opnieuw het aanreikt. En die geduld zegt, die zegt vrucht van de geest.
die telkens groeien wil, soms tegenslag heeft, kou in de lucht of hitte van de emotie, maar toch groei in het geven van genade. Zou daarom zijn dat Jezus dat getal 490 gebruikt, omdat je er niet in een keer of 10 mee klaar bent, ook niet met 100 keer, maar 7 × 70 levenslang zoveel keren. In onze afrekencultuur, waar je vandaag een dreun van de democraten krijgt en morgen weer een rechtse uit republikeinse hoek kunt verwachten, willen we meer en meer op Jezus gaan lijken, vol van zijn goedheid en genade. Vergeving, 490 keer. Ik dacht bij mezelf, misschien raak je op een gegeven moment ook wel de tel kwijt, omdat je, ja, het gaat doen vanuit je hart. Zou het ook kunnen betekenen dat je het soms ook niet meer precies weet? Er was een conflict geweest lang geleden en de twee personen kwamen elkaar nog weer eens een keertje tegen en één kwam erop terug en zei: ik wil mijn excuses aanbieden voor wat ik zei. Weet je nog? En het antwoord was: nee, ik weet het niet meer. Ik kan me alleen het moment nog herinneren dat ik zei: ik vergeef het. Wat mooi, hè? Dat je in het moment alleen nog maar kunt herinneren dat je dacht: ik vergeef het. Wat een ontspanning als je het zo los kunt laten. Ik weet het niet meer. Desmond Tutu, de man die in Zuid-Afrika veel met verzoening te maken heeft gehad, heeft een boek over vergeving, het pad van de vergeving. Hij gaat in op het verhaal vertellen, het deden, de pijn benoemen, vergeving schenken en daarna de relatie weer vernieuwen. En dan zegt hij, citaat, wij vergeven anderen wanneer wij strijden tegen alle wraakzuchtige gedachten. Wanneer we het onze vijanden niet betaald willen zetten, maar hen het goede toewensen. Verdriet hebben om tegenslagen in hun leven, voor hen bidden, zoeken naar verzoening en bij elke gelegenheid laten zien dat we bereid zijn hen te helpen of te bemoedigen. Het aardige daarvan is dat het zomaar lijkt op een citaat van de Puritein Watson uit de 17e eeuw. Dat je bidt voor het welzijn van de ander. Dat je niet blij bent dat de ander onderuit gaat en dat je de ander het goede wenst. En dat je, zover het mogelijk is, de ander helpt om verder te komen. De vergeving, het geven van genade. Wie weet kom je iemand tegen. Zoals dat oude lied zegt, broeders lang verloren, vind ik in zijn jongeren herboren. Dat je weer iemand tegenkomt waarvan je dacht van, oei, die zijn we kwijt. Die gaat met zijn schuld ten onder. En op een wonderlijke manier is hij weer in de kring. Zoals Paulus ooit dat briefje schreef aan Philemon over die weggelopen slaaf. Het is een beetje een directief briefje met veel humor, waarin Paulus tegen Philemon zegt van: Onesimus, het was je slaaf, hij liep weg, nu stuur ik hem terug. En tel uit je winst, je bent geen slaaf kwijt, maar je bent een broeder rijker. Wat geweldig hoe de vergeving, de genade, iemand overeind zet, waardoor die kan leven. En dat betekent, ik hou van one-liners, dat je het zo mag zeggen: vergeving is het mooist wat je iemand
kunt aandoen. Vergeving, het mooist wat je iemand kunt aandoen. Matteüs 18. De schuld van een mens. Klein of heel veel. Er is geen schuld, zeiden we, groter dan de liefde van God. Neem eens iemand concreet in de gedachten. Deze week. En laat alles varen wat u aan gedachten heeft. 7 × 70 vergeef ik een ander zijn schuld. De Heer heeft met mij nog geduld. Wat een getuigenis kan dat zijn in deze genadeloze wereld. Wij rekenen een ander niet toe wat fout was, maar rekenen een ander de genade toe. Matteüs 18, 2 slaven. Er waren tenslotte 2 broers. Ze hadden al jaren een conflict. En de een woonde rechts op het erf en de ander links. Op een dag zei de een, had er inmiddels zo'n genoeg van. Laten we een sloot graven. Precies in het midden. Dan hebben we elk ons deel. En hebben we niet meer de irritatie van net die autoband of die fiets die over het lijntje van de ander gaat. Goed idee, zei de ander. Dan doe ik er ook nog een schutting bij. Dan hebben we van elkaar nooit meer last. En om intussen er ook geen last van te hebben, ging de jongste broer op vakantie. Hij wilde het niet meer aanzien. Er werd gewerkt. De schutting werd besteld bij de aannemer. En de zoon van de timmerman kwam langs om de schutting te bouwen. Weken later kwam de jongste terug. Aan de weg kwam zijn broer op hem afgerend. Helemaal bewogen. Hij zegt, jij bent me ook een mooie. Ik graaf een sloot. En jij, wat jij doet, jij bouwt een brug. Wat je met hout van de timmermanszoon Jezus al niet kunt doen. Een brug van vrede naar de ander, waarop je elkaar kunt ontmoeten. Amen.
Wij willen ons geloof beleiden en daarom verzoek ik u om op te staan. Met allen die de verschijning van onze Heer Jezus Christus hebben liefgekregen, beleiden wij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter Herre, ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij danken en voor elkaar bidden. Wij loven en prijzen u, Jezus, u die gezeten bent aan de rechterhand van onze Vader. U die voor ons bidt. Wij danken u dat we in uw naam vergevingsgezind mogen zijn. En wij bidden u dat de houding van u ons doen en laten, ons spreken, ons vergeven, ons omgaan met de dingen die fout gegaan en fout gedaan zijn, mag bepalen. Wij bidden u dat wij in deze wereld getuigen mogen zijn van uw genade. En we danken dat u met uw geest bij ons bent en ook altijd bij de ander. Want dat geloven we, dat geen mens buiten uw bereik valt. En daarom bidden wij u dat u in mensen het verdriet over het verkeerde werkt, zodat ze eerlijk en open durven te zeggen wat hen door de vingers gegaan is, of wat ze misschien wel bewust fout deden. En dat ze hoop mogen vinden uit die woorden van u, dat er vergeving en vernieuwing is, omdat er bevrijding is. Want als er genezing is, diep van binnen, dan kan er vergeving zijn. En als er vergeving is, dan kunnen we uitgroeien tot mooie mensen. En wij bidden u dat er zo een groep mogen zijn die iets laat zien van uw glans en uw majesteit. Heere God, wij komen bij u om u voor elkaar te bidden zoals we hier zijn in deze tijd. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, ziende naar uw toekomst, dan bidden wij voor hen die verdriet hebben, deze dag ook als namen genoemd zijn, dat we uw naam mogen ervaren, de naam die nabij is, die in lief en leed en pijn en moeite ons zo onmetelijk dichtbij is. Troost ons, zegen ons, ga met ons mee en doe ons uitzien naar de nieuwe dag die gaat komen. Die dag vol glorie en glans. De dag waar nooit meer een nacht op zal volgen. De dag van uw komst. De doorbraak van uw rijk. En wij bidden u, vervul ons verlangen. En kom spoedig terug. Dat we, o God, door het gedonder van deze wereld heen en het gebral en gebrul van al die mensen en alle natuurrampen en alles wat elkaar wordt aangedaan door de terreur heen, dat we daar dwars doorheen uw stappen verstaan en weten dat u komt om er te zijn met uw eeuwig licht. Kom in de kracht van uw koninkrijk, opdat we daar u voluit mogen loven. Vader, Zoon en Heilige Geest, u zij al de eer. Amen.
Als voorganger heb je misschien ook het voorrecht om mee te doen met de voorzangers. Dus ik ga zo meteen even deze kant op, want wij gaan luisteren naar ons slotlied. Gezang 296, vers 1 en 3. Ik kom met haast, roep Jezus' stem. En ik ga er zo'n beetje hierbij staan, dat jullie het goed vinden. Gezegend en wel om tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de verbondenheid van de Heilige Geest is met u allen. Amen.